De kaas met een klein beetje rood. Witte kaas met een klein beetje rood. Kijk, die is lichter dan die andere. En? Wat maakt dat uit? Wat het uitmaakt, dat zorgt ervoor dat je lichtere en donkere blaadjes krijgt straks. Daarom heb ik twee bakjes met kaasservet. Eentje met licht en eentje met donker. Eentje doen. Ik heb het zeker. Eentje weghalen ondertussen van het vetvrije papier. Kan je er nog niet eentje over zo leggen? Nog niet als er al wat over zo liggen. Dan gaan wij stukjes doen. Ik weet hoe je streep boven de eet krijgt. Ja. Ja, goed zo. Dat is leuk, hè? Vier iets donkerder, drie iets lichter. En dan met de donkere. Dat wordt het hartje van het bloemetje. Gaat hij erin? Ik ben het gedaan. Hoe bouw je net? En hij is erin geweest en eruit. Dan wacht ik heel even tot het ietsjes harder wordt. En dan draaien we hem meteen in. Draai hem helemaal op. Kijk. Draai hem op. Dan druk je hem daarin. Dat je al een beetje vorm gaat krijgen. Ja? Wat? Ik dit? Wat? Nee, ik heb een heel boek in je boeken liggen. Kijk. Ja. Zo. Dan wachten we even tot ietsje stolt. Dan is hij nog een beetje slap. En dan. Ik had altijd dan leggen we de volgende eroverheen. Vouwen we die er weer in. Dan moet er nog iets meer vorm aan geven. Deze gaat ietsje terugvallen. Dan druk je ietsje uit zij, zodat het kan. Daar houden we dat puntje er mooi in. Zo. Dan drukken we hem voor de rest weer ietsjes in vorm. Nou, naar de volgende. Pakken we er weer een. Laat die weer in het kaasvet. Haal hem deur uit. Wacht even tot er weer iets gestold is. Dat weten we nu wel. Dus ik stop even. Als er iets gestopt is. Dan moet ik het weer eventjes omheen leggen. Dan ga ik hem weer vormen. Het begint er aardig op te lijken. Dat weet ik. Even zo. Dan trekken we hem hier weer in een puntje. En dan gaan we iets verder achterop. Zo. Dan vormen we hem weer. Hi mam. En dan? Wat doe je? De lichtere kleur. Nee. Dan doop ik het volgende blaadje in. Ja, dat is weer hetzelfde verhaal. Dan wacht ik weer even tot hij iets stolt. Doe ik nog weer bewegen kan. Ondertussen worden ze zo groot, dan moet je ze een beetje naar beneden houden. En dan kun je hem er zo in rollen. Zo. Ah, hier, kom maar mee.
beetje omkrullen met de hand. Een beetje die kant omkrullen. En bij het puntje een beetje dubbel drukken. Zo. Een beetje vorm houden. Nou, naar de volgende. Ik wist dat Ricardo dit niet zo goed. Hetzelfde verhaal. Jullie mogen fijn drinken. Totdat hij genoeg gestold is. Dat hij er weer omheen gelegd kan worden. Ik heb 29 berichten. Goed. Nou, dan kan hij daar weer in een puntje. Dat zag ik dat toen ook al. Daar heb je omgevogen. Dat ook al nog een keer. Dat haast ik erg. Nu druk ik alweer op een verkeerde knop. Net zoals eergisteren. Dat haast ik met de andere. Dat haast ik. En dan kunnen we de volgende pakken. Dat er ook in. Oh. Lont van de kaars in zitten. Zo. Daar gaat hij erin. Precies dezelfde manier weer. Goed, steeds. Hoe noem je dit al? Pap. Moet ik erop zitten. Is dit allemaal zo lang of de... Wat? Hoe lang ook weer? 10 minuten. Oh. Zo. Oh, Aristo. Leuk. Nee, Aristo, nee. Nou, ik kan ze even. Nou, pak jij eigen fotocamera maar. Nee, die foto moet je hem pakken. Nou, dan doe je dat maar. En dan lekker we zo. Dan vraag je toch zo'n ding voor je verjaardag. Oké. Wat? Hoeft niet uitgezet. Oké. Nog eentje. Oh, daar ben ik aan. Hij staat gewoon op de kast. Ik kan je een foto maken. Sorry, hij staat op de kast. Ik wou zeggen. Ga jij verder met filmen? Wat? Nee, ik niet. Ik kan hem niet stilhouden. Oh. Nee, dat kan ik niet. Zo, het laatste. Ik doe zo. Die moet ook weer omgeduwd worden. Op een mooie manier. Ja, zit hij. Daar. Veel mijn mond. Saai. Vooral Ricardo, ik heb veel mijn mond. Waar is hij? Moet hij alleen nog eventjes hard worden. En dan is hij klaar. Is hij klaar? En heeft hij een mooi roze hart? Dan is hij klaar. En dan kan hij van zijn stokje. En dan kan hij gebruikt worden. Dan kan hij bij de anderen. Mag ik dat doen? Ik wel. Misschien goed. Zo. Ja, ze zijn heel erg mooi. Dus dan moet ik er zo nog eentje maken.